Hallo, leuk dat je weer aan het kijken bent naar het Play Today kanaal. Vandaag ga ik iets vertellen over deze toffe Lego Friends doos. Voor de afwisseling ook een keer een Friends doos natuurlijk. Ja, er wordt wel gezegd dat het een beetje voor meisjes is, maar ik vind het gewoon voor iedereen. Het zijn gewoon hartstikke toffe sets. Dit is de bioscoop. Het is de eerste keer in 8 jaar dat Lego weer een bioscoop uitbrengt. Ja, bij Play Today houden we ook heel erg van de bioscoop. Daarom hebben we in onze winkel een mini bioscoop. Waar je met z'n tweeën leuke Lego filmpjes kunt kijken. Wisten jullie trouwens dat in het Lego Friends team, dus het team wat alle dozen maakt, dat er ook een Nederlandse dame in zit? Dat is heel tof, dus deze doos heeft ook een beetje een Nederlands tintje. We gaan eerst nog even naar de karakters kijken. We hebben er 3 poppetjes in zitten, die zie je hieronder. Ook op het plaatje zie je ze wat beter. Hier hebben we Julian, hij is de kaartjesverkoper. Hij lijkt ook wel een beetje op mij met zijn bril. Hier hebben we Andrea. Nou, Andrea die kennen we natuurlijk allemaal wel hè, van Lego Friends. Al sinds 2012 een van de Friends meisjes. En hier hebben we Amelia. Oké, nu ga ik de doos voor jullie bouwen. En daarna gaan we nog kijken naar alle leuke details van deze set. Oh, zo. Daar is die. Kijk eens. 1, 2, 3... 4 zakjes en 4 prachtige lila bouwplaten. Hele bijzondere kleur. En natuurlijk stickers. En het bouwboekje. En we gaan bouwen. Kijk eens, ik heb al een bak met popcorn gevonden. Die gaan we straks lekker opeten. En de bioscoopzaal is af. Het eerste zakje. Kijk, heel fijn dat je in de bioscoop naar het toilet kunt, voor of na de film. Kijk, de filmprojector. Zo, dat was het laatste blokje. Hij is helemaal af. Kijk, dat is hem. We gaan nu naar de details kijken. Ja, ik vond het bouwen echt heel leuk. Er zit ook een beetje technisch Lego in. Maar wel een hele leuk eindresultaat. Allereerst aan de voorkant. Je hebt de ticketverkoop. En natuurlijk de rode loper waar je naar binnen kunt. En aan deze kant, daar kan de diva staan. Wat leuk is, dat de bioscoop ook open kan. Dan ga ik even naar omdraaien voor de achterkant. Dan zie je dan hier de zaal inderdaad. Dus doe je aan de zijkant zo. Met de filmprojector, daar kun je ook echt aan draaien. 5 stoelen, maar liefst 5 van je Friendstad inwoners kunnen naar de bioscoop. En een heel gaaf scherm natuurlijk. En aan de andere kant dat ook het toilet aansluit op de bioscoopzaal. Dus dat is heel leuk dat je hem kunt draaien, dat je dus de vertrekken naar kantoor kunt bewegen. Nou, verder echt toffe set. Wel een beetje veel stickers plakken, maar ja, dat hoort een beetje bij. Vraag je vader of moeder eventueel om dat te doen. Wat heel leuk is, is dat je nog een aantal lekker eten en drinken details in de set hebt. Zo heb je de slushie-automaat aan deze kant met rode slushie en blauwe slushie. Pas op voor brain freeze uiteraard. En natuurlijk 100 euro waarmee je de film kunt betalen. Is wel een beetje een dure film. En als je de film helemaal zat bent, dan kun je ook het scherm omhoog draaien. En dan kun je je Friends poppetjes daar laten optreden of dansen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een leuk filmpje vond. Wil je meer zien? Abonneer je dan nu op ons kanaal. Tot de volgende keer.